Goedenavond, dames en heren. Welkom bij het programma Volkspraat. Vanavond hebben wij twee gasten, Boy te Koppelen en Keith Alkotobi. Goedenavond, heren. Goedenavond. Serious Request. Ja. Wat is Serious Request, Keith? Het is heel serieus en het is een verzoek. Het is bedoeld vanuit 3FM, hè? Dat is de landelijke actie altijd. Het gaat voor een goede doel. En Boy had het hele goede idee om het te koppelen hier in Haaksbergen. En een eigen Serious Request hier te gaan organiseren. En zodoende heeft hij mij ook benaderd. Hè? Ik ben hier niet helemaal onbekend. En ja, ik heb toen het balletje een beetje opgegooid. Want ik ben zelf niet technisch qua DJ of iets dergelijks. Maar we doen een keer wat meer met de uitzending. Helemaal goed. Ja. En je had een hele mooie beeldspraak, want Boy heet te koppelen van zijn achternaam. Dus, ja, dat is, ja. dat is echt een hele, hele goeie. Ja. Boy, hoe kwam je zo bij het idee om hier ook iets te gaan doen? Een paar weken geleden zat ik in de auto. En 3FM begon toen eigenlijk een beetje reclame te maken. En ze hadden het over het glazen huis. Het komt in Enschede, ja. Dat is natuurlijk kort bij. Ja. Toen dacht ik van, hey, ja, daar moeten we eigenlijk ook wat voor gaan doen. Dus ja, het is een goed doel en het is natuurlijk nu heel dichtbij, omdat het de stad ernaast is. En wie wil je dan als eerste? Hè? En wie wil je als eerste? Nee, ja, en toen zat ik te denken. Ik denk, ja, ik kan wel een bingo doen of een Rad van Fortuin of zoiets. Maar het is allemaal klein en ja, we kunnen ook weer proberen om iets groter op te zetten. Alleen wel dorpshouden. Toen dacht ik, een glazen huis. En dan niet groot op de markt of wat dan ook, maar gewoon klein in het café. Wat voor iedereen toegankelijk is. Ja. En ik wist alleen nog niet hoe ik dat moest aanpakken. Toen kwam ik eigenlijk bij jullie, of bij Keith. Mm-hmm. Van, ja, kunnen we iets doen met Sternet? Kunnen we radio maken op locatie? En zo, ja, kunnen we dat 3 dagen, 48 uur doen? Ja. Nou, en zodoende is eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Ja, en ja, ik moet eerlijk zeggen dat ook iedereen van de radio, de DJ's, die waren allemaal heel enthousiast. En meteen kwamen ze met initiatieven van hoe we het beste kunnen gaan aanpakken. Ja, toen zijn we gaan brainstormen met elkaar en we kwamen al snel tot een wat ons betreft een goed idee. Ja. En het goede doel, ieder jaar is het een ander ja, goed doel. Ja. En dit jaar is het tegen kindersterfte. Klopt, ja. En van vooral in Afrikaanse landen? Ja, klopt. Ja. Ja. Het is wereldwijd, maar kan helaas niet voor de hele wereld. Hè? Dus is denk ik te weinig geld, ook al haal je een paar miljoen binnen. Dan kun je niet de hele wereld meer redden, helaas. Nou ja, goed, maar Nederland denkt af en toe dat hij de hele wereld kan redden. Maar ik denk dat daar ook andere landen voor nodig zijn om daarmee te helpen. Ja, zeker. Ja. Maar Keith, wat wordt er nu allemaal georganiseerd en wanneer? Nou, wat wij als eerste hebben gedaan is een samen met Boy de gemeente benaderd en gevraagd of er ontheffing mag komen. Hè? Omdat je dan, we wilden graag 48 uur openblijven voor het publiek. Je zit natuurlijk met de verordeningen hier. Hè? Dus we hebben gevraagd om medewerking. Is ons ook vrijwel meteen toegezegd, moet ik eerlijk zeggen. We moesten wel wat dingetjes organiseren, een draaiboek maken, even overleggen met de gemeente. Nou, dus dat ging allemaal heel voortvarend, moet ik eerlijk zeggen. En we hebben ook meteen het verzoek gedaan van, goh, wil de burgemeester niet de eerste dag als we gaan starten, dat hij er ook aanwezig is. En een glazen huis dan dicht doet, zeg maar, hè, voor de DJ's. Ook meteen toezegging over gehad, dus hartstikke leuk. Qua activiteiten, misschien kan Boy daar iets mee helpen vertellen. Ja, goed, dan heb je 3 dagen. En je hebt radio-uitzending, maar we willen natuurlijk dat het een beetje spannend blijft en aantrekkelijk blijft voor het publiek. Ja. Toen kwamen we met het Haaksbergs kampioenschap Barkruk zitten. Komt een beetje van het paal zitten af in de zomer. Ik dacht, nou, dan zetten we toch gewoon 5 jongens op een barkruk en die gaan geld inzamelen. Maar hoe? Dus hebben we gezegd, voor elke 10 euro die hun inzamelen, krijgen ze een minuut pauze. En na 3 uur krijgen ze 5 minuten pauze van ons. Mm-hmm. Die zit al bijna vol. Ik heb nog 5 deelnemers, dus we kunnen tot 8 maximaal. Dus dat gaat de goede kant op. En dat betekent dat ze zelf, en dat is vooral jeugd wat daar aan mee gaat doen, zelf met social media, dus met Facebook, met Twitter, moeten ze proberen om vrienden, familie te lokken naar dat glazen huis toe, waar hun zitten op een kruk, om geld te doneren in het doosje wat ze voor de kruk hebben. Zodat hun van de kruk af kunnen, om wat te eten en te drinken. Dat kan het ook op de kruk, maar ja goed, naar het toilet bijvoorbeeld. En zo een beetje de social media erin te betrekken, want dat is helemaal de tijd van nu. Nou, en zo kun je dus, denk ik, redelijk wat geld ophalen met een heel leuk spelletje. En daarin kunnen natuurlijk de deelnemers kunnen prijzen winnen. De Grols heeft toegezegd om alle prijzen die we uitdelen, dat komt van hun. Mm-hmm. Dus daarin lijkt mij dus ook een hele leuke variatie. En iedereen is dan wel dol op brouwerijdingetjes.
verzameldingetjes. Ja. Ja. We hebben frikandellen contest, dus frikandellen eetwedstrijd hebben we vrijdagavond om 12 uur. Ik doe niet meer, zeg ik nou al. Nee, dat is niet eerlijk. Nee. Weet ik. Nee, maar dat... anders ben je de rest van de tijd niet meer. Nee, daarom. Dan ben ik niet meer fit, zeg maar. Nee. Ja, dit is gewoon wie kan het meest stappen in een aantal minuten. Van elke frikandel die gegeten wordt, of de hele wedstrijdtafel, daar wordt dan weer een bedrag voor gedoneerd in het glazenhuis. Wat hebben we nog meer? We hebben een pubquiz. We gaan een quiz doen via de radio, dus via de uitzending. Dus ja. Mensen, zowel mensen thuis als mensen die de autoradio aan hebben staan, zowel mensen die bij ons in de kroeg zitten. Of die, via social media. Of via social media kunnen die antwoorden inleveren, of mailen, of Twitter. Mm-hmm. En daar zijn ook leuke prijzen mee te verdienen. Mensen die dan de antwoorden op komen halen of inleveren, dat gaat via de mail. Die betalen een donatiebedrag van 2 of 3 euro. En dan kunnen ze kijken of ze gewonnen hebben. Dat bedrag gaat naar het glazen huis. En de prijzen worden dan weer door de Grols gesponsord. Ja, en we willen ook graag in de ochtend zeg maar een soort van ontbijt doen. Hè? Dat mensen kunnen komen ontbijten. En voor een donatie, dan krijgen ze een broodje erbij en wat koffie en dergelijke. Ja. Daarnaast hebben wij ook al zo ver gekregen dat USA Sparta, die gaat iets van een stepcross daar neerzetten. Dan mag je erop gaan. En mag kliniek, je, ja. Ja, als een kliniek mag je proefdraaien. En als je een beetje je best doet, dan heb je misschien kans op een gratis les, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hè? We willen ook heel graag we zijn bezig met een bedrijfborrel op vrijdag. Wat wij wel merken is, en dat begrijpen we heel goed, is dat in deze tijd is wel lastig om bedrijven te strikken. Bij deze ook een oproep naar iedereen toe. Hè, om toch, ook al wil je niet van tevoren wat geld doneren, misschien is het leuk als mensen dan op vrijdag komen. Hè, zoveel mogelijk bedrijven, krijg je een beetje een netwerkborreltje erbij en iedereen die doneert. Als ik een tip mag geven, ik zou niet een tientje betalen in één nummer aanvragen, maar ik zou een tientje betalen in 10 nummers aanvragen, ja, bij wijze van spreken. Ja, ja. Krijg je een leuke gezellige avond, hè? Ja. Dus dat is een beetje het insteek. En we hebben nogal wat meer ideeën en gedachten, maar we zijn het nog aan het uitwerken met z'n tweeën. En met de rest natuurlijk. Hè? Ja, donderdag is voor ons denk ik een van de laatste vergaderingen. Ja. Dan gaan we nog om de tafel met radio en met televisie, denk ik. Ja. En dan is het echt kortsluiten en de puntjes op de i. En is het nou ook zo dat mensen dat dan ook thuis via internet, via de webcam kunnen volgen? Ja, ja, we hebben de website, dus het www.glazenhuishaaksberg.nl. Mm-hmm. Daar komt een livestream op. Dat betekent dat er 3 of 4 camera's die worden opgehangen in het café en in het glazen huis. Dus mensen kunnen thuis ook bekijken van, hey, is het druk, is het gezellig? Zit onze vriend nog op die kruk? Ja, ja, ja. Doet hij ja, nog mee? Wie wint het frikandel eten? Ja. Nou, dat wordt dus via de website wordt dat getoond. Natuurlijk, de radio-uitzending kunnen ze volgen. En ja, via de livestream zou ook een stukje radio natuurlijk. Ja. Ja, voor alle duidelijkheid, het is ook echt een glazen huis. Hè? Er komt echt een glas en echt een hoekje, dus het wordt echt een glazen huis. En vorig jaar zijn we vergeten te zeggen, het is 7, 8 en 9 december, dat mensen het wel weten. Ja. We gaan er nog in ieder geval voor zorgen dat op zaterdag bijvoorbeeld, dat er wat vrijwilligers toch in het centrum rond gaan lopen en mensen toch naartoe te trekken, hè, om mm-hmm, toch wat te doneren. Volgens mij was er ook nog iets met voor de kinderen, iets dergelijks, met tekenen. Ja, zaterdag dan komt er een springkussen beneden op de parkeerplaats. We zijn bezig met nog wat kleine kermisactiviteiten, zeg maar. Hoe noem je dat, een lange Jan of zo? Ja. Dat je kan slaan en dan op zo'n pop. Ook voor allemaal voor kleine prijsjes, tegen donatie. Ja. Boven komt er een tafel te staan waar kinderen aan kunnen knutselen. Daar zullen begeleiders bij zitten. Daar kunnen ze wat tekenen of wat maken voor het glazenhuis. Dus ook dat, het is niet alleen de donatie, maar de kinderen kunnen daar ook wat voor doen. Ja. In de vorm van een tekening. En uiteraard als mensen of burgers of weet ik veel, kennissen of iets dergelijks nog ideeën hebben, wat dan ook, altijd welkom. Ja. Het is niet dat we het hele plan al helemaal uitgewerkt hebben en dat is het. Als je suggesties of ideeën of wat dan ook, altijd welkom. Alles is mooi meegenomen. Het gaat om het goede doel. Hè? Het is niet een soort van concurrentie met anderen of wat dan ook. Dus alles is mooi meegenomen. Ja. Ja. En het is net na Sinterklaas, dus... Ja, ook dat. En het is wel een bewuste keuze geweest om het die weekend te gaan doen. Omdat je dan niet zeg maar de aandacht van Enschede dan hebt. Hè? Dat, mm-hmm, dan denk ik dat we in Haaksbergen minder bereiken. En de weekend daarop is het kerstmarkt, dus dat zou ook niet helemaal goed vallen. Ja, in het mooiste geval, bij wijze van spreken, we hebben hier 24.500 inwoners. Als iedereen een euro zou doneren, dan hebben we al een geweldig bedrag om naar Enschede te brengen. Ja. Dus we hopen wel met wat leuks naar Enschede toe te kunnen gaan. En ook echt als gezamenlijke gemeenschap van Haaksbergen het ook te gaan aanbieden aan Serious Request in Enschede. Mm-hmm. Ja. En nou zijn de DJ's bekend. Ja. En er is nogal wat, Gerard Ekdom, ja, Giel Beelen, Michiel Veenstra. En Michel Veenstra, die hier uit de buurt komt. Dus, is dat zo? Ja, die Aldershaan. Oké. Okay. Okay.
Dus daarvoor denk ik ook dat hij uitgekozen is om dit te gaan doen, omdat hij hier uit de buurt komt. Ja. We hebben begrepen dat wij ook al op de radio zijn geweest bij 3FM, want we hebben het al aangemeld. Ja. En ze hebben het wel al aangekondigd, dus dat is wel heel leuk. Nou, helemaal leuk. Waar kunnen ondernemers zich melden om mee te doen? Bij Boy, bij mij. Sternet. Ja. En www.glazenhuis.nl. Ja, daar staat ook streephaaksberen.nl. Ja. Ja, daar staat de e-mailadres op. Dus okay. Daar kunnen mensen ook een mailtje naartoe doen. En voor de rest, anders kom gewoon het gezellige 7 december om 6 uur of rond 5:30. Ja. Dan kun je de opening meemaken. En dan kun je ook gewoon doneren. Ja. En nou heb ik begrepen dat jullie ook nog bezig zijn met gasten. Of is dat geheim? Ja. Ja, we zijn bezig met gasten. Ook wel met wat bekende Nederlanders. Alleen ja, je weet hoe het gaat. Het is allemaal planning. Het is allemaal toezeggingen kunnen ze tegenwoordig nog niet doen. We hebben wel goede reacties gehad. Dus ik ben met Thomas Berger ben ik geweest. Ja. En die vond het echt een heel leuk idee. Hij komt natuurlijk hier uit Haaksbergen. Dus ja, uiteraard wil hij zijn steun hier laten blijken. Alleen voor die jongens en voor de artiesten is het allemaal een beetje passen en meten, want ze zitten met hun eigen planning. Ja. Dus we kunnen niet zeggen wanneer de artiesten komen, maar ze zijn er. Ze zijn er in het weekend. Alleen de tijden die schommelen nog. En het wordt echt, ik denk 4 december dat we echt vast weten dat het wanneer het vaststaat. Maar dat is ook wel een leuke verrassing. Dan. Is een leuke verrassing, ja. Zeker de moeite waard om even langs te komen. Ja. Zeker weten. Zeker in de gaten te houden. Ja. Nou, jullie zeiden net al, de opbrengst wordt weggebracht door, maar dat weet je nog niet precies, denk ik. Nee. Wie dat echt van Haaksbergen. Ja, sowieso, echt van Haaksbergen. We hebben een hele grote check al laten maken, dus die hoeven we alleen nog maar in te vullen. Ja. En dan gaan we gewoon lekker, ik denk gewoon met iedereen van Sternet dat en van ook, de organisatie, gaan we met z'n allen, en wie mee wil, die kan mee, maken we een gezellige avond van. En dan gaan we naar het Glazenhuis in Enschede. Ja. Ja, en dan hoe groter het bedrag, hoe meer kans dat wij als Haaksbergen op televisie komen. Ja. En vroeger was het natuurlijk ook nog wel zo dat een gemeente zei, alles wat jullie ophalen, verdubbelen wij. Ja, dat is de goede tijd. Denk je dat dat tegenwoordig er nog in zit? Nou, ik denk dat je dat kunt vergeten. Maar goed, weet je, we zijn al hartstikke blij dat met de medewerking die al verleend is. Mm-hmm. En wellicht komt het nog, het zou kunnen. Misschien bij deze ook een beetje stiekem toch een oproep, hè? Je weet het niet. We gaan er niet van uit, zowel mooi meegenomen, zeker. Ja, heel graag. Nee, maar aan de andere kant denk ik, we hebben toch ook nog een paar fantastische bedrijven in Haaksbergen. Die zich daar ook aan zouden kunnen. Nou, ik en Boy die gaan ons daar echt voor inzetten. Dat we zoveel mogelijk bedrijven gaan benaderen. We zijn ook van plan om bijvoorbeeld de wijkraden te gaan benaderen. En om het kenbaar te maken in de wijken. Hè? Bijvoorbeeld in een kerk of wat dan ook. Papo's ophangen. In de veldmaat. In buurzen. En noem het allemaal maar op. Om toch zoveel mogelijk mensen naar het Glazenhuis in Haaksbergen toe te trekken. Ja. Om toch wat leuks te gaan doen met z'n allen. Ja. Nou, helemaal goed. Ik wens jullie heel, heel veel succes. Ik wil nog zeggen dat trouwens, ik vind het heel leuk om aan deze kant van de tafel te zitten. Ja, dat is de eerste keer van mij. Ja, nou ja. Er is mij beloofd dat ik dat ook nog een keer mag, maar dat gaat nog even duren. Maar in ieder geval wil ik jullie heel veel succes wensen met deze actie. Ongetwijfeld zien we elkaar daar ergens weer. Ja, zeker. Bij een of andere gelegenheid. En ik hoop dat die mensen die op die barkruk moeten zitten naar de kont hebben. Ik hoop het want ook. Want dat moet je echt. Ik hoop het ook. Maar dat ze in ieder geval ongeblesseerd eraf komen. En we zullen aan het eind van, misschien houden we wel een evaluatie naar het eind. Ja. En maken we aan het eind van de rit bekend wat bedrag, ja. Het bedrag. Dus op zondag is het sowieso. Ja, zondag om 6:30 ongeveer. Dan is het eindbedrag is dan bekend. Ja. En wie mag het dan openen? We zijn bezig met Leni te Braken. Dat is van een oud TVO-presentator. Ja? In Amsterdam woont. Die we nou wonen. En die nu 's morgens het nieuws presenteert. Ja, wij zijn dus, of Sternet is daarmee bezig, om die hier naartoe te trekken. En volgens mij heeft ze al toegezegd zelfs dat ze al komt. Okay. En het leek ons heel leuk om haar dan de cheque te overhandigen. En dat zij zegt van wat het bedrag is. Ja. Dus het is spannend. Wat halen we op? Helemaal goed. Nou, heel veel succes. En we zien elkaar daar weer. En we horen graag wat het opgeleverd is. Dankjewel. Mensen, bedankt voor het kijken. U kunt volgende week weer kijken naar Volksbrood.